Dat durf ik je niet te vertellen. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het Marina, maar... Ja, lekker bij de mal. Even met mama even hier even naartoe. Cheers! Kaas. Kaas. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 29 juni 2022. Het is nu 11 uur in de ochtend. En waar zou ik staan? Beter dan hier lekker op de dijk van Den Helder. Ja, ik ben mama aan het ophalen. Ik heb met mama afgesproken rond 12 uur, kwart over 12. Maar ik ben hier wat ik had, dus... Lekker, ik sta even lekker te kijken wat hier op zee gebeurt. Dus, maar wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik zal een beetje inzoomen, proberen. Zal ik even goed draaien waar het is. Kijk, daar heb ik het over. Ik zal even inzoomen tot zover het kan. Ze zijn met iets bezig, maar wat? Dat durf ik je niet te vertellen. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is het Marina, maar... Echt, ik zou het rot niet weten. Echt gewoon berot niet. Maar oké, maakt niet uit. Zo, eventjes thuis. Hi. U kan gewoon zitten even op en op uw eigen... Stoppen zeg maar even. Zo. Even een beetje licht. Ja, vrouwtje zoekt wat vindt. Ah, komt wel even kijken. En anders. Ja, ik zoek mijn schoenen, jongens. Nee. Nou, ik ga eerst even naar de wc. En dan ga ik snel kijken even door het huis. En dan gaan we weer. Even, dan ga ik en mijn moeder even naar. Dan is mijn schuin onderbuffer uit en dan gaan we weer weg. Ja. En daar stond ik dan weer even in mijn straatje. Jongens, leuk. Met een mooie auto hier voor mijn neus. Mama heb ik bij me gezellig. Hi mam, alles hi, goed? Hi. Toppie. Mooi. En dan gaan we lekker even naar de mal. Jee. Ja, lekker bij de mal. Even met mama even hier even naartoe. Even dus zonder Roma Roze. Zo, goedemorgen. Die is in bijna vrij, dus ik zal hem zo even bellen ook. En ik laat even mama even de hele mal zien. Maar dan wel eventjes in een soort van vogelvlucht. Maar dat maakt niet uit, maar we blijven nou wel lekker binnen. Dat zie je lekker binnen koel, hè, man. Heerlijk. Lekker, hè? Wilt u met de lift of wilt u met een looppad? Looppad? Looppad, ja, dat, die, oké. Okay, top. Gaan we dat lekker doen. Hier hebben we de Mediamarkt, daar hebben we dus de Action. Ja. En dan beneden hebben we de andere. De ja, zometeen, zometeen. Ja, maar we komen hier toch wel weer straks. En dit gaat automatisch, hè, mam? Dus hou daar even rekening mee. Dus, Ik heb hem. Ja, maar ik heb hem. Kijk, ik sta er gewoon lekker voor, helemaal goed. Dus, handig, hè, dat ik hem even voor heb, hè? Ja, ik heb mijn papier erin. Oké. Okay. 1, 2, ja, daar zijn we weer. We redden alles, zeg maar. Helemaal leuk. Ik zit nu lekker ergens, heerlijk. Ja, ik heb mam eventjes ergens op gewezen. Nou, jullie zien het waarschijnlijk hier al aan. Ja, volgens mij kunnen jullie het al raden. 1, 2, 3. Ja, we zitten dus bij Henk. Henk. Yes, hi moeders.
En we hebben een lekkere koffie. Lekker bek. Dus daar gaan we lekker van smullen. En mama heeft lekker koffie. En ik heb een lekkere spaartjeblauw. Dus daar ga ik ook lekker van genieten. Toppie. En mama zit lekker te smikkelen. Lekker van haar, lekker bekje. Ja, en ook een stukje van jou. Ja, want ik zat wel lekker vol. Ja, dat klopt. Maar hoe smaakt het, mam? Vertel. Lekker, hè? Nou, dat het u lekker mag smaken, mam. Het smaakt heerlijk. Beter dan bij boom. Zo, waar lopen we? Jullie kunnen het wel weer zien in de mal. Ik dan met mama, maar dat wisten jullie al waar we waren. Maar ja, ik heb het nou even afgesproken met Ro en bij de kruidvat. Dus daar mieten we elkaar even gezellig. Ja, en dan ga ik weer straks weer helemaal naar Den Helder. Ja, en dan kom ik morgen terug. Ja, lekker. Beetje krom, maar dat maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Helemaal, nee, maakt hem niet uit, hè? Nee, dat dacht ik al. Dus ja, wij gaan dus nu even richting Ro. En dan kan mama ook even naar de wc, de ding doen. En dan, ja, komt dat wel weer helemaal goed. Hoop ik dan toch. Ja, niet dan, ja toch. Ja. Cheers! Kaas. Nou, zoals jullie zien, Ro is er ook nu bij. Mama is erbij. Helemaal geweldig, leuk. Top! En we gaan... Zoals altijd, weer even naar de procentbak, jongens. Ja, naar de procentbak. Misschien dat mama iets wil, weet het niet. Geen idee. Zo, zoals jullie zien, het is lekker tegenlicht voor jullie waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Maar ik heb mama dus naast me. Zoals jullie dus wel licht wel weten, vanzelf. Maar ik denk, ik ga ook even filmen, want anders heb ik heel weinig gevolgd. Dat vind ik een beetje jammer, zeg maar. Ja, maar mijn pakket is binnen, waar ik het al over had. Die heeft Ro vanochtend opgehaald en daar hebben we meneer motorrijder. Achter ons. Ja. Ja. Motorbuis. Ja, meneer motorbuis, ja. En nee, daar ben ik niet bang voor, meneer motorbuis. Nee. Ja, maar dan blijf ik er gaan. Ja, dat doe ik ook wel. Dus nee, maar dat zeg ik, mijn pakketje is mooi binnen. Kijk, en daar komt hij aan. Nou, moet ik aan mijn snelheid gaan houden? Anders heb ik een probleem. Ja. Hij gaat hier iedereen. Hij gaat er iedereen. Oepsie, weg is hij. Ja, mooi. Kijk. Nou, die hebben we weer achter ons. Helemaal geweldig, helemaal top. Dus ja, wat zeg ik? Mam heb ik naast me. Dat zeg ik. Mam heb ik naast me. Wat ik allemaal aan het doen ben, dat mag eigenlijk niet. Maar oké. Maar binnenkort staan jullie ergens anders. Maar dat moet ik nog even helemaal gaan invullen. Maar dat komt wel goed trouwens. En ik vergeet mijn muziek even uit te zetten. Dat is handig. Zo. Nou, daar ben ik weer. Ja. Want anders heb ik heel weinig gevlogd. Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee. Mam heb ik nou naast me. Zoals jullie al weten. Kijk. Wat is goed. Komt zien dit. Dus mama heeft het helemaal en aan het zien gehad. Daar ben ik ook heel blij mee. En ik heb weer een hese stem, omdat ik gewoon moe ben. Want tegenwoordig slaat mijn moeheid op mijn stem. Daar ben ik ook al achter. Maar dat heeft niet. Want als je, hoe ouder je wordt, hoe meer gebreken je krijgt, zeg maar. Ook helemaal niet erg. Nee, Zo, die moest eruit. Dus nee, we zijn alweer bijna in Den Helder, jongens. Ja, ja. En jullie hebben ook Ro weer gezien nog eventjes. Dus gemiet. Maar zaterdag staat een trouwerij op de planning. Ik weet niet waar, hoeveel ik daar kan vloggen, filmen, bla bla bla. En zondag staat helemaal iets leuks op de planning. Maar dat zien jullie zondag. Dus voor jullie een paar dagen later. Het is nou op dit moment woensdag. Dus ja, en dan is het morgen, dus donderdag. Morgenochtend om 6 uur, 7 uur ben ik weer thuis en dan ga ik eerst lekker doen. Precies dat. Dus ik ga nu mama eerst even lekker naar huis brengen. Veilig en wel. Ja, kijk ik even nog wel wat ik kan en ga filmen. Misschien ook nog heel eventjes. Nou ja, het is 6 uur nu. Het is nu precies 6 uur. Ja. Dus we gaan het allemaal meemaken. En ja,
En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!